Woensdagavond was het alweer de op één na laatste training voor de Zeven Heuvelennacht. De training was gericht op het oefenen van heuvelterrein. Een beetje vergelijkbaar met de oefening van de 7 kilometer. Hardlooptrainer Paul Eichelsheim is enthousiast over de vooruitgang. Nou, vandaag ging hier hartstikke lekker. Week nummer 5 als ik het goed heb. Volgende week de Zeven Heuvelennacht. Vandaag op programma stond heuvelloop. We hebben 2 bruggetjes gehad om het gevoel te krijgen van nou, hoe ga ik nou naar boven. Wat is de techniek om naar boven te gaan en naar beneden. Dus dat hebben we vandaag gedaan en dat ging hartstikke lekker. De groep heeft allerlei verschillende lopers die op een verschillende manier hier terecht kwamen. Zo ook Nienke Kok. Ik kwam een berichtje op Facebook tegen en RM7 ken ik een beetje. En ik dacht van ja, ik moet toch weer gaan hardlopen. Laat ik me weer eens een keertje inschrijven voor een wedstrijd. Ik denk, ja, het is wel leuk om weer te beginnen met hardlopen. En wie weet steek ik er nog wat van op. Dat ik beter ga lopen of iets in die trant. Tot nu toe is het wel gelukt. Kok is erg tevreden met haar ontwikkeling en de training van vandaag. Nou, vandaag ging echt hartstikke chill. Vandaag hebben we echt meer tips meegekregen voor heuvel op, heuvel af. Dus ik was veel meer met mijn armen bezig. En kleine passen zetten. En ja, het ging vandaag wel echt heel relaxed. Mijn mindset was goed. Dus ik zat er vandaag wel lekker in. Dus volgens mij moet het wel lukken de volgende week zaterdag. Eichelsheim heeft na vandaag veel vertrouwen en maakt zich klaar voor de laatste trainingsweek. De afstand vandaag 6 kilometer, geen 7. Vond ik ook niet nodig. En zondagochtend, komende zondag, gaan wij de parcoursverkenning. Dus het wordt hartstikke leuk. Zondagochtend voor het eerst de parcoursje, maar dan overdag. En dan volgende week zaterdag doen we hem in het pikken donker. Dus het wordt leuk.